Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Minecraft. Rick speelt Minecraft, je weet wel. Ik heb een beetje een probleempje, want ik krijg echt alleen maar Silk Touch en Fortune pickaxen. En nou zou je zeggen dat dit geen probleem is. Ik mis dit ding hier. Maar dat is het dus wel. Want ik heb geen normale meer. Deze twee zijn kapot. Ik heb maar een Fortune zitten gebruiken. Kijk hier, Fortune, Fortune, Fortune. Silk Touch, Fortune, Silk Touch, Silk Touch, Silk Touch. En dan heb ik hier drie geenchant, daarnet. Raad eens wat ik kreeg. Silk Touch Efficiency 2, Silk Touch Efficiency 2, Silk Touch Efficiency 2. Dus dat is lekker. We gaan maar gewoon de Silk Touch gebruiken, want YOLO. Maar vandaag gaan wij een automatisch sorteersysteem... automatisch sorteersysteem bouwen voor onze... wolboerderij. En dat ik het net niet uit kan spreken. Dat heeft nog een andere reden. Oh, en we lopen super snel. Dat zal ik ook even vertellen. Want ik heb een bacon ingeruild hier zo. Met speed 2. Dus we kunnen nu super snel rennen. Bijna overal. Hier zo in de buurt in ieder geval. Dus dat is super chill. Maar waarom ik niet kan praten, vorige week woensdag, dus dat is al bijna een week geleden, is mijn kies getrokken. Dus dat is lekker, maar niet eens. ja, nee, en dan moet ik nu spoelen met zo'n goor smerig goedje. Dat is echt niet lekker, maar goed. Moest gebeuren, dus het is gebeurd. Maar hier gaan wij het dus bouwen. En het idee is dat we hier ergens een chest krijgen. Dan stoppen we al deze verschillende kleuren wol in, zeg maar. En dan sorteert hij hier uit. Hier een chest met roze, hier een chest met oranje, hier een chest met gele. Op die manier, zeg maar. En ik heb er al zo eentje bij de enderbasis gebouwd. Voor pijlen en bonen en dat soort dingen. Dus daar gaan we even een kijkje naar nemen. Maar, nu wij daar naartoe lopen, wil ik het even over wat hebben. Want ik... krijgt de laatste tijd wel een beetje af en toe van die reacties van hey man, leuke video's, je vindt echt meer subs. Dus van, ten eerste, ja, dat is super cool en alles, dat waardeer ik echt meer dan je waarschijnlijk denkt, maar weet je, er zijn ook dingen die jij kan doen, hè, om mij dan beter mijn kanaal groter te maken. Je kan liken, daar doen heel veel mensen dat wel. Je kan ze toevoegen aan je favorieten. Dat interesseert me verder niet zo heel veel eigenlijk. Je kan delen op social media. Dat is een paar keer gebeurd en ik zag dat erg positief uitpakte. En dat soort dingen, weet je wel. Als je mijn video's echt leuk vindt, dan kan je dat misschien wel doen. Hoeft niet, uiteraard. Ik ga niet naartoe dwingen, uiteraard, maar... ja, oké. Okay. Dus, wat ik gedaan heb, ik heb de chest hier weggehaald. En zoals je ziet hebben wij het een en ander aan spullen hier zo. Nou gaan wij hier... hier heb ik dus, zeg maar, zo'n systeer. Ik stop echt maar met dat woord uitspreken. Dus dit is het systeem, zeg maar. Dit is, zeg maar, wat ervoor zorgt dat het... apart wordt. En dit is een backup. Zodat er veel meer in kan, zeg maar. Dus wat ik dan doe is ik gooi al deze dingen hierin. En nu zijn de botten aan de beurt. Kijk. Zie je? En zo sorteert echt alles het gewoon, zeg maar. Dus dat gaan wij ook bij de wol doen. En dan zal ik uitleggen een beetje hoe het werkt. En hier gaan wij waarschijnlijk een Iron Golem farmen. Nou ja, de farm zelf komt niet hier, maar de Iron Golems komen hier. Maar dat is iets voor een andere keer, want dat is nogal een groot project. Ja, dus ik ga een beetje werken, of nou ja, een beetje spullen voorbereiden, want dat heb ik ook nog niet. En dan gaan wij zo'n dingetje bouwen. En dan zal ik het uitleggen en dan gaan we hem testen. Oké, dan. Dus wij zijn hier weer bij de schapenboerderij. En we gaan een startje maken aan de redstone madness. Wat wij hier zo allemaal neer gaan zetten. Dus we gaan hier zo er eentje bouwen.
En het idee is, zoals je er net al zag, de chest waar ik de dingen in gooide, die stond best wel hoog. Ik zou die naar beneden kunnen doen, maar dan moet ik of met een minecart of een of andere item elevator al die items omhoog gooien met heel veel redstone erbij. En dat is het gewoon niet waard voor mij. Dus ik ga hier waarschijnlijk een trappetje maken met een dingetje erbij wat ervoor zorgt dat we gewoon omhoog kunnen lopen naar de chest, zeg maar, waar al die spullen in zitten. Dus dat is wat wij hier zo gaan doen. En het idee is dat al de wol, zeg maar, zo ing en dan ing en dan ing gaat. Oftewel, eerst gaat roze er vanaf, daarna gaat oranje er vanaf, weet je wel, op die manier. De manier waarop dit werkt is, zeg maar, het gaat, zeg maar, door de hoppers die er bovenin staan heen. En dan checkt het de hopper eronder of dezelfde item, bij deze zou dat de roze wol zijn, of die erin zit. Zo ja, dan gaat de roze wol naar beneden. Zo nee, dan gaat die verder, op die manier. Dus ja, laten wij gaan beginnen. We beginnen hier zo met één hopper. Dan hier nog één hopper. Oh, dat gaat natuurlijk niet werken, want ik sta daar. En dan hier nog een hopper. Nou is dit de laatste, dus het maakt niet uit hoe die staat. Tenminste, normaal gesproken zouden we hem die kant op laten feesten, dus dat bedoel ik. Zo. Maar bij deze maakt het niet uit, want het is de laatste. Snap je? Misschien. Ik weet het niet. Oké, dus dan gaan we hier één blok doen en hier een blok. Dit doe ik trouwens niet uit mijn hoofd. Even dat je dat weet. Ik heb een screenshot hier naast mij. Zodat ik weet hoe ik alles moet doen. Dat maakt niet uit op zich. Dan gaan wij hier een repeater doen. Omdat het kan. En hier zo weer een blokje. En hier op ook weer een blokje. En hier wat redstone. Dan moeten we hier weer een blok hebben. Dus waar deze twee voor... Wat we moeten doen is in deze hopper moeten 18 items plus 1 of zo, zoiets. En die geeft dan een signaaltje aan deze repeater. Die we hier zo neergezetten. En nu hebben we geen signaaltje omdat er geen items hierin zitten. Maar dat komt nog wel. En die gaan we er ook nog niet in doen. Want anders dan stromen ze naar beneden. Want er staat nog geen stroompje op. Dat gaan wij nu maken. Dus die gaat daar. En dan moeten we even zien daar bovenop te komen. Ender pearls. Precies, dus hier zo zit dat. Als het goed is, moet ik hem dan zo doen, toch? Oh, oké, dit gaat hem niet worden. Geef mij dit. Hoppa, kijk. Dat werkt beter. En dan doen wij hier nog een comparator. Hier een blok. En dan hier weer een repeater. Wat dan ook niet weer gaat worden, omdat wij hierop staan. Zo, dus als het goed is, als wij nu wat blokken pakken. Wat moest het ook weer zijn? Nou, zie je hoe het niet er doorheen gaat? Dat komt omdat er een stroompje op staat. Of een stroompje op deze. En dat zorgt dan ook dat deze stroom krijgt. En dan moeten wij er 18 hebben naar mijn idee. Plus dan de item die er doorheen gaat. Zo. Dus als het goed is, als we nou even wat witte wol pakken. Dan zou het hierin komen. Ja, zie je. Dat is eigenlijk gewoon het idee erachter. Dus nu moeten we eigenlijk gewoon heel veel van deze achter elkaar bouwen. Hier en hier en hier en hier. En dan kan die dus automatisch gaan. Dus dat ga ik even doen, want ik ga jullie niet dit laten zien maal 16, zeg maar. Dus dan ben ik zo weer terug. Dus ik denk dat ik het nog niet helemaal duidelijk heb verteld. Maar dit is waarom wij een Iron Golem Farm nodig hebben.
Dus ja, zoals je ziet, ik ga heel snel door mijn ijzer heen met die hopper daar beneden. Maar ik had dus, zoals ik al zei, mijn kies getrokken, dus ik kon niet praten en ik was chagrijnig. Dus ik zat van wat zou ik nou eens doen? Toen dacht ik, oké, ik ga wel worden skeleton farmer. Dus ik heb 9 hoofden in totaal gekregen. 3 ridders bevochten in een cave. Zoals ik al zei dat ik zou doen als ik de volgende keer weer een ridder zou bevechten. En nou 3 beacons erbij. Ik heb hem niet op camera gedaan omdat dat niet gaat. Zoals ik al eens eerder heb verteld. Toen gingen we bevechten, maar dat ging verhaallijk al mis omdat mijn computer dat niet kan handelen. Maar ja, dat is dus waarom wij een Iron Golem Farm nodig hebben. Want met deze hoeveelheid ijzer gaan we sowieso niet 3 beacons volmaken. En dat is zeker wel een plan van mij. Dus ja, daarom. Oeh. Dat is een hoop redstone en hoppers en chesten en dingen, nietwaar? Ik heb er net even gekeken. Dit is ongeveer een halve stack aan ijzerblokken. Dus ja, het is een hoop. Maar ja, weet je, YOLO. Dus stel je voor, hè. Wij komen hier zo. Share, 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 share. En we hebben al deze wol. Nou, normaal gesproken, als je zoiets zou hebben. Zo, wit, daar. Lichtgrijs, die. Donkergrijs, waar staat die? Oh, dat is die, weet je wel. Super lang, super traag, super saai. Maar nu. Nee. En ik hoef gewoon niks meer te doen. Gewoon helemaal niks meer. Nou, als je ziet, het is een beetje laggy. Want er wordt een hoop dingen verwerkt. Maar als het goed is, gaan de chesten nu langzaam opvullen. Althans, dat is de bedoeling uiteraard. Dus ik weet niet waar hij precies mee bezig is nu. Met lichtgrijs. Dus als we naar lichtgrijs toe gaan, dan gebeurt er niks. En waarom is dat? Eens even kijken hoor, zitten deze hoppers goed? Ja. Volgens mij zitten ze allemaal gewoon goed. Zitten ze er al in? Nee, nog steeds niet. Hè? Wat is er aan de hand, jongens? Wat is er aan de hand? Want de wit, die deed het net wel. Oh ja, maar dat zijn die 10 die we voor de test gebruikt hebben, nietwaar? Oké. Oh, hier is wat aan de hand, geloof ik. Dit moet alleen geel zijn. Oké, wacht, stop. Ik heb hier per ongeluk een blok te veel in gedaan. Ja, kijk, dit is het. Dus al deze moeten er weer uit. Oké, dus dan moet dit er allemaal weer opnieuw in. Dus alles ging er net hierin, terwijl dat niet de bedoeling was. Aha. Dus laten we even checken of er genoeg items overal in zitten. Of niet te veel dan, bedoel ik. Ja, kijk, nou is hij aan het werk. 44. Oh. Ja, dat doet hem. Oké, dus laten we even dit processeren, dingen doen en zo. Ja, dus het is zo'n beetje klaar ondertussen. Terwijl dat aan de gang was, heb ik een beetje het hele soortje opgemaakt. Zodat het er mooi uitziet. Want uiteraard is dat nou ook nog een ding. Waar wij veel op letten natuurlijk. Dus hier gaan we allemaal gras doen. Qua licht moet ik nog een beetje kijken hoe ik het ga doen. Ik ga sowieso hierachter.
Hier zo achter. Geef me dat. Hey, ik wil het terug, dankjewel. Ga ik deze jack-o'-lanterns doen? Niet die. Deze. Voor lekker licht. En dat schijnt door de chesten en de hoppers heen. Dus dat is mooi. En verder... wat was het? Dit was rood. Dit was geel. Dit was oranje. Dit was roze. Zo. Deur testen terug doen. En gewoon wat locks. En er moet nog wat bij natuurlijk. Want ik wil geen redstone laten zien eigenlijk. Behalve dan de hoppers daar. Want die kan je niet wegwerken. En dan hier hebben we hier het trappetje. Dat ga ik ook nog een beetje opmaken. En dan hier de chest waar we alle spullen in doen. Dus ja, dat was het wel zo'n beetje voor vandaag. Ik weet trouwens niet meer van wie dit design is. Het is niet van mij, dus ik ga er geen credit voor nemen of zo. Maar ik weet ook niet meer van wie die wel is. Het is ondertussen al echt een half jaar geleden dat ik dit design heb overgenomen. Want hij zit ook in mijn andere wereld. Dus ik heb geen idee. Maar misschien als je die video terug kan vinden dat die daarin staat. Maar in ieder geval... bedankt voor kijken, ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer weer bij Riksveld Minecraft. Later.